De gemeente Vught gaat samenwerken met de gemeente Haren, Sint-Michiels, Gestel en Boxtel. Die samenwerking wordt komende tijd nader uitgewerkt. Die samenwerking heeft overigens geen unanieme steun in politiek Vught. SP Vught en Partij van de Arbeid GroenLinks missen voldoende en juiste onderbouwing. Het leidde voorbije tijd tot het nodige politieke gekissenbis en discussie. Wethouder Wilbert Seuren laat zich er niet door afleiden. Dat betekent dat ambtenaren intensiever gaan samenwerken om de dienstverlening aan de burger zo goed mogelijk te doen. Zonder dat we allerlei risico's lopen, omdat er heel veel op ons afkomt. Wat alle partijen hebben gezegd, en dat is misschien toch ook wel weer belangrijk om te melden. We willen wel zelfstandig blijven. Dus Vught zelfstandig. En de grote meerderheid zegt, en dan is het ook belangrijk om als ambtelijke organisaties beter te gaan samenwerken. Er is de voorbije tijd heel veel over gezegd. Het heeft heel veel politiek, ja, bijna een politieke splijtsplan is het geworden. Hoe hebt u dat ervaren? Nou, wat natuurlijk heel erg speelt is, sommigen voelen dat ambtelijke samenwerking als een opstapje naar fusie, maar dan later. Maar dat is helemaal onze bedoeling niet. Het is juist de bedoeling om Vught zelfstandig te houden. En er is ook alle reden voor, want iedereen die in Vught rondkijkt, die ziet dat Vught er goed bij staat. Het is financieel gezond, we investeren, we zien de bouwkranen nog in het centrum staan. Dus we hebben het gewoon goed voor elkaar. Maar we willen wel dat dat zo blijft. En dat blijven doen we door de organisaties zo goed mogelijk en zo slim mogelijk laten samenwerken met andere gemeenten. Is het nou een keuze die de gemeenten toch wel heel wel overwogen zelf hebben gemaakt? Of speelt dat toch heel drukkelijk, hijgt het Rijk en de provincie toch een beetje in de nek? Nou, toen wij dit proces begonnen, was er nog geen provincie die bezig was met allerlei plannen. En was er nog geen minister Plasterk die bezig was met allerlei plannen. Dus wij waren al bezig en wij zeiden, wij willen gewoon zelf bepalen hoe wij met elkaar samenwerken en hoe wij zelfstandig blijven. Ondertussen is iedereen natuurlijk allerlei rapporten aan het maken. Wij zeggen, geef ons nou de kans om te doen zoals wij het willen. Onze kracht is sterk genoeg om te doen wat wij willen dat er moet gebeuren. Hoe autonoom is Vught op bepaalde beleidsgebieden nog steeds? Want dat is toch een beetje waar Partij van de Arbeid GroenLinks en de SP zich heel erg druk over maken. Ze hebben zoiets van, ja, onderbouw het nou eens goed. Waar is die noodzaak? We kunnen het toch zelf nog steeds? Ja, nee, we zijn autonoom op alle beleidsterreinen. Maar er zijn heel veel onderwerpen waarbij je wel moet samenwerken met anderen. Soms om het gewoon efficiënter te doen. Maar soms ook omdat je daarmee bijvoorbeeld regionale voorzieningen met elkaar samen kunt inrichten. Maar je moet wel zelf kunnen bepalen hoe je dat doet. En voor die Vughtenaren, we kunnen straks nog steeds naar de prachtige mooie gemeentekantoor in het centrum lopen. Of moeten we voor bepaalde dingen straks naar Gestel of naar Boxtel of naar Haren? We kunnen nog steeds in Vught terecht, sterker nog. Ik denk dat er op termijn steeds meer vanuit huis zelfs kan gebeuren. Dan komt het dus nog dichter bij de burger. Dienstverlening via de elektronische snelweg. Eén ambtelijke organisatie, die werkt voor vier gemeenten straks. Ja, wat daar zit natuurlijk vaak de verwarring in. Kijk, wat we nu doen is een regeling maken zodat die samenwerking zo goed mogelijk gaat verlopen. Daarna gaan we met een bedrijfsplan kijken hoe dat precies gaat uitpakken. Soms is dat stukjes Vughtse dienstverlening gewoon in Vught. Soms is dat een samenwerking van verschillende gemeenten voor één onderwerp. En daar gaat dat bedrijfsplan nou precies antwoord op geven. Had u nou niet heel graag, want het is eigenlijk toch een heel belangrijk punt dat we dat eigenlijk unaniem hadden moeten dragen in Vught, ook als politiek? Ja, kijk, uiteindelijk is het ook een inschatting. De grote meerderheid zegt, wij vinden het belangrijk dat we onszelf sterk houden en vinden dit is ook nodig. Ja, anderen zeggen, wij denken dat zelfs die samenwerking op deze manier niet nodig is. Dus die wachten liever tot de problemen nog veel groter worden en wij nog veel meer op ons bordje krijgen. Ik ben ervoor gegaan om dat voor te zijn, om zo sterk mogelijk ook samenwerkingsverbanden aan te gaan en te voorkomen dat anderen gaan bepalen hoe het hier in Vught moet.